Eén ding heb ik al geleerd via die Skillshare video's en dat is dat je moet in het begin van de, dus niet op het einde, maar echt in het begin van de video moet je zeggen like en subscribe. Moet de mensen aansporen om lid te worden, allee, te abonneren op uw kanaal en een like te geven. Dus bij deze, like en subscribe. Zeg maar een keer iets. Hallo. Ja, een camera. We gaan nu eerst naar de action. Dus ik ga een video maken waarin dan ik mijn beste video's overloop. Dat is een video van vandaag. Nee, niet goed. Hetgeen dat ik wil laten zien is een overzicht. Ik ga straks in de app kijken. Daar sta ik in de YouTube Analytics. Kan ik heel gemakkelijk zien wat dat uitpakt. Top 5 of misschien top 10. We zullen zien. Van mijn beste video's voor dit jaar. En dan gaan we naar de action. Papa is het. En dan gaan we naar de action. Ja. En dan gaan we naar de action omdat de Stella, de andere dochter die nu naar boven is, haar gaan aankleden. Die gaat graag naar de action. Ik zie je ook. Die gaat graag naar de action omdat ze daar dan bij het knutselgrief kan kijken. En kijk, ze heeft hier. Ga je even op je voetjes staan? Ze heeft hier in haar knutselwerkbankje. Kijk, zitten dan zo allemaal dingen. Veel van die dingen komen van de action als haar spot goedkoop. Maar je ziet, ik heb mijn handen ook vol aan de kindjes ondertussen. Nou, je ziet waar dat ander blijft. Je is kleren aan het aandoen en aan het uitzoeken. Ja, aan het kijken voor kleren. Ja, Tilke mag het openlaten. Ik moet nog mijn schoenen aandoen. Die schoenen moet ik aandoen, die jas. En jij mag nog een. Jij mag nog een trui aandoen. Ah ja, de mama heeft een hele mooie trui gemaakt. Gelezen op de camera. Super warm. Ja, ik ga direct kijken. Met een kuikentje dat is geflokt of zoiets. Dat wordt er zo ingeprikt. Ja, maar die heeft dat dingetje waar ik mijn kuikens getekend heb, gewoon daar rondgezet en dan mijn wol daar gewoon geprikt. Zeg maar eens, wat heb je? En dit is... Ah ja, we hebben een boodschappenlijstje, ja, inderdaad. Voor mama, voor Tilde een speelgoedje. Ja, we moeten AA-batterijen kopen. Ik heb veel AA-batterijen van die oplaadbare, maar haar speelgoed... Ding. En jouw speelgoed eigenlijk ook, dat zit al vol met AA-batterijen. Ga je naar het toilet, Tilde? Okay. Dus we gaan aanbatten. Steek maar weg, dat we het zeker niet vergeten. Allee Tilde, ik ga het even bij zus voor je kousen aan te doen. Anders krijg je kousen. Anders krijg ik kousen. Ik ga de mijne ook aan doen anders. Op een poep zetten, op een poep. Er zit al één op zijn plaats. Daar. Hallo, ik ben hier. Jij mag ook op je plaats gaan zitten. Ik ga snel... Nee, mijn stoel is toch nog niet. Ja, je stoel staat van voor, hè. Ik ga ondertussen snel eens in de brievenbus kijken. Want de collega's hebben allemaal, we hebben zo'n WhatsApp-groep op het werk en ze hebben allemaal een cadeautje gehad van de... Nee, het is leeg. Iedereen behalve ik. Maar ik veronderstel dat ze gewoon nog niet tot hier geraakt zijn. Oké, okay, we zitten nu in de kabinet klaar om te vertrekken. Ik ga al beginnen met een eerste video. Analytics. Ja, hier. Oh, ik ga zien of dat leesbaar is ondertussen. Nee, ik ga het aflezen, want anders weet je het al direct, de hele lijst. Dus het zijn blijkbaar de 5 best presterende video's van de afgelopen 28 dagen. En dus dat is eigenlijk een goed overzicht van wat dat... We gaan naar de action ook. En we gaan natuurlijk naar de action. En niemand gaat je video's lezen hoor, meneertje. Ja, ik maak veel minder serieuze... Ik maak veel minder serieuze video's. En er is trouwens één video dat lang mijn best presterende video geweest is, waarin ik in mijn pyjama bijvoorbeeld op de oprit een uitlaat aan het testen ben. Dus alleen, om maar een idee te geven van hoe serieus ik dit allemaal neem. Op de eerste plaats op dit moment staat overzichtkeuring van lichte vrachtwagens. Ja, het is niet volledig de titel, maar ik weet wel welke video dat is. Het is een video waarbij dat ik een overzicht geef van hoe dat ik deze kabinet eigenlijk heb omgebouwd tot camper. Achter ons zie je dat een klein beetje, maar niet alles is op dit moment geïnstalleerd. Verveling, haar gordel aan het aandoen. Dankjewel, bolletje, dan moet ik dat niet meer doen. Maar dat is een snolletje. Van mijn... Snolletje! Snolletje, ja, dat is Snolletje. Wacht, een bolletje daar. Achteraan. Nee, daar, dat is Snolletje. En bolletje achteraan. Vanachter zit Bolletje. Hello. Bolletje was nogal dik vroeger. Waarom? Dat had mijn naam Bolletje. Ik zeg het niet te luid, want ze zit achter ons. Hè. En ja. Waarom hebben we jou Snolletje genoemd? Dat weet ik eigenlijk omdat niet. Omdat ik dun ben. Omdat je dun bent? Ja. Ik weet niet meer goed van waar die naam komt, Snolletje. Maar jij bent ons Snolletje en dat is ons Bolletje.
omdat die zo dik is en ik ben een small, maar ik zo dun ben. Je hoort ons wel, hè? We zijn trouwens net bij de action. Daar bij de action aangekomen. Ik ga nog snel een keer zien hier wat dat de tweede meest bekeken. Het gaat over de views. Dus de tweede meest bekeken video is project badkamer. Ah, kijk, maar resultaat gietvloer. Ja, dus de video waarin dat ik het resultaat van de gietvloer en de douche, de naadloze afwerking van de douche laat zien. En dan heb ik het eindresultaat laten zien. Kom je halen, ze bolletje. Ja, kom je halen. Ik ga ze gaan halen, dan naar de winkel. Kijk wat een machtige jeep dat er achter mij staat. Ik heb juist primer en zo gekocht, verf gekocht. Ik zou beter een beetje aan die mens geven, want ik heb precies ook wat problemen. Is een hondje gekozen? Ja, en zij heeft een hondje gekozen. En armbanden. En armbanden, nieuwe armbanden. Toon je armbanden maar, ja. Dit. Ja. Met diamantjes. En dan voor mij, want ik moest ook nog een keer naar de action gaan. De winkels zijn de hele tijd gesloten geweest in België. Ze zijn nu al, ja, zijn al een week terug open of zo. Zeg. Maar ik heb allemaal materiaal voor om te werken in de garage. En onder andere, kijk, extra sleutels. Een maat 8, een maat 10 en een maat 13. En dat zijn zowat de meeste, allee, dat zijn denk ik de enige maten dat ik nodig heb om al de bouten naar mijn zijspan te kunnen herstellen, verstellen, aanspannen. Nu gaan we een Game Mania zoeken, want daar wil ik ook nog kerstcadeautjes kopen. Dat is veel toe. We gaan vertrekken, hè? We gaan rijden. Kijk hoe grappige auto achter u. Ja, chic, hè? Ik vind het helemaal niet chic, maar grappig. Ik vind het chic. Ja, we gaan vertrekken, een bolletje. Nee, hè? Ik pak altijd die verkeerde horden. Ik heb met die nieuwe blinder maar afhalen. Rustig, we gaan vertrekken. Oh, ze kijkt ook zo boos. Ja, nooit. Ze kan sinds een paar weken boos kijken. Game Mania gaat het niet worden, want ik ben hier aan het kijken. Ik heb hier een route in Oudenaar. Is er wel een Game Mania, maar als ik dan kijk... Is dat gesloten? Ja, die is blijkbaar gesloten vandaag, die Game Mania. Dus dat wordt het niet. Ja, we zijn weg. Oké, Stella gaat naar de Steinerschool en daar leert ze heel veel dingen, waaronder onder andere zingen. En dat is een van de kerstliedjes dat ze daar geleerd heeft. Noem maar. Jingle bell, onder weer. De kerstman kan niet komen, want hij zit nog op de zee. Hey! Dat leren ze dus, hè. We zijn terug thuis. De kindjes krijgen eigenlijk een koekje. De kast valt terug dicht, hè, als je al twee koekjes hebt gehad. Ik ga de verwarming op. Allee, nee, de verwarming staat op, maar ik ga de kachel doen branden. Dus ondertussen de derde was het, de derde video in de lijst. Ombouw via Ducato tot camper. Ah ja, ik heb in het begin, als ik de kamionet, is staat daarachter mee. Dat is normaal gezien. Ja, er komt... Twee is goed. Maar wat ik aan het zeggen was, dus... in het begin, als ik die omgebouwd heb, heb ik een reeks gemaakt daar rond die ombouw. Een afwerking in latjes of iets, en die zijn afhankelijk van wat dat we willen. Ik ben hier ondertussen iemand in zijn fles aan het krijgen, want die gaat zo meteen haar petje in. De vierde in de lijst van de vijf populairste video's, de video's met de meeste views van de afgelopen 28 dagen, is van... Oké. Huh? Dat is een verrassing. De video waarin dat ik... denk dat ik het ook een projectvideo genoemd heb, waarin dat ik de massieve eikentafel herstel. Dus we hadden een massieve eikentafel overgenomen van een restaurant. Zie je wat voor verschil dat maakt als je goed of slecht licht hebt? Daar juist had ik geen... Zeg, ga donker maken. Dat beloof. Ik ga donker maken dat ik kan slapen. Dit is die tafel waarvan ik sprak. En dan tot slot de laatste video. Oh nee. Dus de vijfde meest bekeken video van de afgelopen 28 dagen. Is toch nog die ene video waarin dat ik in mijn pyjama op de oprit hier de uitlaat van mijn BMW R1200 GS aan het vervangen ben door een sportuitlaat en laat horen hoe dat zo'n sportuitlaat klinkt.